Welkom in mijn winkel. We zijn klaar voor Ramadan. Vandaag is de eerste dag van Ramadan. En zeg maar, na 5 uur komt iedereen naar buiten. En dan iedereen gaat gewoon lekker eten zoeken. Dadels kopen, spekia. En ook veel vlees. De Ramadan draait dus om vasten, maar dat is nog lang niet alles. Van oorsprong is het een vaste maand die bedoeld is om de ziel te reinigen. De maand wordt afgesloten met het suikerfeest. Ik vind Ramadan echt prachtig. God heeft Ramadan gemaakt voor iedereen. Ik ben actief voor Ramadan. Ik heb nog extra energie als ik dat doe. Ja, dankjewel. Merci. Ja, hoor, terug. Tijdens de Ramadan gaan veel moslims 5 keer per dag naar de moskee om te bidden. Maar omdat Aziz zijn winkel niet kan achterlaten, heeft hij zijn eigen manier bedacht. Weet je, als dit geluid hoort, deze. Deze geluid hoort. En dan weet ik dat het tijd voor bidden is. Als je dit hebt, dan kun je gewoon zo doen. En deze richting zit in Mekka. Maar Aziz is in zijn winkel toch vooral bezig met het voorbereiden van de maaltijden. En let op, de tip die hij heeft, zou iedereen deze dagen wel eens van pas kunnen komen. Als je water nu in de ochtend eten, dan heb je geen probleem de hele dag met dorsten. Kun je gewoon lopen zonder water. Maakt niet uit of dat heet is of niet heet. Nee.